Hey allemaal, vandaag krijg ik visite van de leden van de Goodwill Monkeys. Die zijn nu onderweg naar mij toe. Ik schat ze ongeveer rond een uur of half vijf van mij. En dan zal ik ze gaan interviewen, een leuke vlog maken. En dat komt vanavond online. Hallo allemaal, we zijn weer met een nieuwe vlog bezig. Van alles nog wat van Friekerende Nederland. Ik heb vandaag bij ons Michael, Menno, Paul, Inge van de club de Goodwill Monkeys. Dat gaat al gelijk goed, ja. Maakt niet uit hoor, dat hoort bij de vlog, ja. Dus dat is geen probleem. Maar nou zie ik toch iets in je handen wat er niet bij hoort. Ja, dat klopt. Jij bent ontwerper hiervan en wij komen deze jou weer overhandigen. Want het is je oude club? Dit is onze oude club, ja. Ah. Oké. Okay. Nou, draai eens even om wat er nu is dan. Ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig. Kijk, het ziet er mooi uit. Ja, veel beter. Oké, okay, nou daar ben ik heel blij mee. Ga ik eerst een hand geven. Tof. Hier om het hoekje hangt er nog eentje, dus we gaan hem gewoon lekker erbij hangen. Dan heb ik even een vraag. Jullie doen dingen voor kinderen? Onder andere. Vertel eens even wat meer over de club en wat jullie activiteiten zijn. Wij zijn een motorvriendenclub, een NVC. Wij rijden eigenlijk voor de hobby. En daarbij doen we eigenlijk de doelen steunen. Zo, waaronder de kinderen als ouderen, doelgroep ouderen. Die mogen ook niet vergeten worden. En waar we kunnen rijden voor de hobby, dat proberen we te combineren. En als we over kinderen praten, welke leeftijdscategorie is dat dan? Dat maakt niet uit. Kinderen zijn kinderen. Ja, oké. Okay. Maar als we het over cadeautjes hebben, op welke leeftijd moeten we dan denken? Vanaf 4 jaar. Van 4 tot een jaar of 10. Nou, dan hebben we wel geluk. Dan heb ik een doosje hier. Voordat ik het ga geven, dat is van... Allemaal, Peter Motortest TV. Heeft dus een speelgoedbedrijf. En die gooit elke keer een doos met speelgoed naar mij toe. En ik moet elke keer naar een doel zoeken. Dus dacht ik vandaag van, nou laat ik jullie maar eens een keer de doos overhandigen. En laten we hopen kunnen. Dus ik zou zeggen, kijk eens even in. Haal eens even wat leuke dingetjes eruit dat het op de camera ook even te zien is. Daar zitten diverse dingetjes in. Cool. Superleuk, Peter. Ja. Zeker weten. Ja, en als de doos weer weg is, mag ik weer een nieuw bestellen. Dus, super. Ja. Ja, gaaf. Dankjewel. Oh, dan zal ik er ook nog even eentje... Ja. Speciaal, hè? Hello Kitty. Die moet je ja. Echt Hello Kitty. Moet je naast je bed zetten, joh. Ja, nee, ik denk niet. Die past helemaal bij jou. Op het dashboard. Op het dashboard. Ja. Helemaal leuk. Super. Ja, dat is eigenlijk namens... Hey. Peter? Peter, ja, dankjewel, hè. Dankjewel, jongen. Helemaal leuk. Gaat goed komen. Zeer zeker. Denk het ook. Hoeveel leden zitten jullie nou met de club totaal? Dan moet ik even de secretariaat aankijken. Menno, hoeveel ongeveer? De laatste telling was 57 leden. En dat betreft zowel supporters als full members. Dat gaat redelijk snel. Ja, dat is heel vlot gegaan. Heel prettig. En dat door mijn vlechtje of? Mede. Ja. Ja, toch wel? Ja, ja. Zeker. We hebben ook flink gedeeld, hè, de laatste tijd. Dus dat en we zijn nog steeds op zoek. Ik heb de laatste keer weer gedeeld, dacht ik. Ja, klopt. Zag ik hem weer voorbij komen. En,
Ja, als ik hem voorbij zie komen op de tijdlijn, dan gaat mijn hersen zeggen, oh ja, ik moet hem even delen. Dus je moet er gewoon blijven delen op de tijdlijn, dan komt hij automatisch bij mij dus ook binnen. En dan gaat hij gelijk weer... Misschien moeten we even vertellen wat we in Zeist gaan doen. Ja. Nou? Zeist is wel een hele mooie. Vertel. Wij hebben binnenkort, hebben wij 1 juli. Ja. Ja, 1 juli gaan wij in Zeist gaan we met onze oudere medemensen aan de wandel. Mm-hmm. En dan gaan we, hoe heet het? Naar de Sharim zorggroep in Zeist. Ja. Oké. Okay. En dan gaan we onze ouderen ophalen. Dan gaan we een ijsje eten. Wordt allemaal gesponsord. En dat Ja, en dat doen we 2 keer. 2 groepen waarschijnlijk. Ja. Oké. Okay. Gaan we lekker even aan de wandel met de doelgroep. Dus allemaal duimen voor mooi weer. Ja. Lekker wandelen met ze. Dat zou ik wel doen. Ja. En daarvoor zijn we nog bij Slot Zeist. Ja. Kunnen mensen die geïnteresseerd zijn even langskomen, even op de foto met de motoren. En dat soort dingen. Oh, dat is wel leuk. Ja, en in de tussentijd dat wij met de ouderen aan de wandel zijn, blijven onze motoren ook op een pleintje staan. Dus in de tussentijd zullen ook nog members van ons achterblijven bij de motoren. En in de tussentijd kunnen de kinderen of mensen ook op de foto met de motoren. Je hebt een goede fotograaf gevonden? Oké, mooi. Want je weet het, hè? Ik kan me altijd vragen als ik gefilmd word of zo. Ja. Dan, maar gelukkig hebben we die ook in ons midden. Mooi. Ja. Ja, ik zie wel eens foto's voorbij komen. En die deel ik dan ook weer als het gewoon is. Gaaf. Want wanneer ben je gestart met de club? Discreet eigenlijk onder de radar van BFK, zeg maar begin november eigenlijk. En officieel zeg maar de eerste week van december. Oké, okay. Zijn jullie ook officieel stichting of vereniging? We zijn sinds vandaag inderdaad officieel een stichting, ja, op papier. Sinds vandaag? Sinds vandaag, ja. Oh, proficiat. Oké. Oh, dat is vanavond, dus dan kun je ook subsidies afvragen. Ja, maar wij willen daar eigenlijk niks mee te maken hebben. Wij willen eigenlijk geen winst maken. En het is voor ons eigenlijk een stichting voor vergunningen en voor PR. Oké, okay, maar alle subsidie die je dan aanvraagt is niet voor winst, hè? Dat is ook hier om uit te geven voor het goede doel om dingen te kunnen doen, hè? Ja, dat klopt. Het is vooral inderdaad voor in het contact met de gemeentes. Die vragen tegenwoordig gewoon dat je als motorvriendenclub of motorclub dat je een stichting op je naam hebt staan. Maar ja, vanaf daar hebben we hem gestart. En ook goed kunstgedrag? Ja. Elke lid? Die heb ik sowieso voor mijn week. Toch wel? Ja, toch wel. Haak niet tegen. Sorry. Maar elke lid die dus lid wordt, moet daar wel aan voldoen? Nee. Kijk, ik heb hem toevallig wel. Maar er zijn misschien leden in combinatie met het werk die een VOG hebben. Misschien ook niet. Maar het is niet dat wij standaard vragen om een VOG-verklaring. Oké. Okay. Maar mensen gaan bij ons wel een... goedkeurings traject door. Trajectje door. Ja. We willen niet zomaar iedereen Maar als je dan met een groep op straat rijdt, of je bent een rit te maken, geen gezeik met de politie, of dat soort dingen? Nee, tot nu toe. Nee, nog niet. Nog niet. Je verwacht het wel? Nou ja, tuurlijk. Zal altijd een keer gebeuren. Je hebt altijd wel de kans, als je ergens in een locatie rijdt, dat een politieagent het embleem niet herkent en jou aan de kant zet om te vragen van... Hey, wat ben je voor iets? Ja. Nou, als je toevallig een flyer hebt en je kan het overleggen van, nou ja, we doen door middel van toeritten doen we een goede doel sponsoren. Mm-hmm. Nou ja, vaak is het positief, krijg je positieve reactie terug. Oké, okay, en waar kunnen de mensen jullie vinden? Facebook, website? Op www.goodwillmonkeys.bike. En we zijn ook te vinden op NVC Goodwill Monkeys op de pagina van Facebook. Oké, okay. En heb je ook een Twitter? Nee, dat heb je niet. Instagram. Okay. Heb je ook een telefoonnummer als mensen jullie willen bellen? Nee, in principe doen we alles via internet. Oké, okay, dan kunnen ze gewoon reageren en dan reageren jullie terug. Ja. Er is een informatieformuliertje en er is een aanmeldingsformulier. Oké, en als men lid wil horen, wat kost het dan om jullie lid te worden? In principe niks, want wij doen niks met contributies. We zijn gewoon laagdrempelig. Je schrijft je eigen in. Dan wordt er contact opgenomen door een van ons per mail. En dan stellen we je een aantal vragen, waaronder je ook toevoegen met een vriendschapverzoek op Facebook. Anders kunnen we de mensen niet indelen op onze interne agenda die wij hebben in een geheime groep van Facebook. Mm-hmm. En daar staan ook interne ritten, maar ook ritten die wij bijvoorbeeld delen van andere instanties en organisaties. Die doen we dan weer delen wel op de pagina, maar vaak doen we interne ritten via onze eigen geheime groep. Oké, en elke motor mag mee? Elke motor mag mee, ja. Dat daar is er geen onderscheid, dat is gewoon... Motor, trike, quad en MP3, alles is bij ons welkom. Oh, dat is leuk. Het wel motorfietsers hoor, niet, geen brommers of snorscooters of wat dan ook. Nee. Dus dat is, Ze moeten je bij kunnen houden. Ja.
Als je met 22 over de snelheid rijdt, dan... Nee. 90. Nee, gewoon net... Dan ben je gauw lid af waarschijnlijk. Ja. Oké. En hier hebben we natuurlijk een clubavond. Ja. Wanneer is die? Op dinsdag en op donderdag in Vlaardingen. En van hoe laat tot laat? Dat is vanaf 7 tot 10:30.